Leuk dat je kijkt naar Gaming Geeks Next, het programma dat altijd kritisch en informatief is en jou op de hoogte brengt van de nieuwste games. Het is oktober, de maand dat het weer kouder wordt en de maand van de door de industrie gevreesde game. Je weet wel welke ik bedoel. Deze maand ontdekken we onder andere in een bekende franchise uit oude Griekenland. Yeeha! Spelen we cowboytje in het Wilde Westen en gaat ontwikkelaar Treyarch met een twist op de grootste shooter franchise de directe concurrentie aan met Fortnite. Red Dead Redemption 2 is het derde deel in de Red Dead franchise en wordt ontwikkeld door Rockstar Games. Je weet wel, die gasten achter die populaire game, Grand Theft Auto. Ook Red Dead 2 is net als zijn voorganger een open world cowboy game, waarin wat betreft mogelijkheden de sky the limit is. De game belooft een goed verhaal en een zeer uitgebreide online modus, die weinig verrassend Red Dead Online zal gaan heten. Hoewel de game verschijnt in oktober, zal Red Dead Online in november lanceren, met voorafgaand nog een beta. Veel is er nog niet bekend over Red Dead Online, maar kijk naar GTA Online en verplaats dat naar een Wild West setting en ik denk dat je een aardig idee krijgt. Speel jij deze maand ook cowboytje in Red Dead Redemption 2? Een maand vroeger dan normaal en we weten ook allemaal waarom. Maar Call of Duty is terug en wel met de meest succesvolle telg in de reeks, Black Ops. Maar verwacht met Black Ops 4 niet dat de verhaallijn wordt voortgezet uit deel 3, want de story mode is geen onderdeel van Black Ops 4. Daarmee is dit de eerste Call of Duty game zonder story mode. In plaats daarvan heb je zogenaamde solo missions. Deze missies focussen zich op de backstories van personages, ofwel specialists, die je in de multiplayer tegenkomt. Naast de traditionele multiplayer actie die volgens Activision volledig op de schop is gegaan met fancy termen als predictive recoil en andere goed gekozen marketingtermen, keert ook de populaire zombies modus terug. Wat echt nieuw is voor deze Call of Duty naast enige subtiele tweaks in gameplay, is de nieuwe mode, Blackout. Blackout is een Battle Royale modus, omdat dit genre nou eenmaal populair is, en gaat daarmee de strijd aan met titels als Fortnite en PUBG. Met maximaal 100 spelers neem je tegen elkaar op in levels die je kunt kennen van voorgaande Black Ops games. Ook personages uit die titels zullen speelbaar zijn. Je speelt solo, in duo's of in teams van 4 en probeert nadat je uit een helikopter, die absoluut niks te maken heeft met die ene bus, springt en op zoek gaat naar loot en zo lang mogelijk probeert te overleven. Geef jij de nieuwe draai aan de Call of Duty reeks een kans of wacht je liever op Battlefield? Of blijf je gewoon lekker trouw aan Fortnite en PUBG? Er was toch best wel wat verbazing toen Ubisoft Assassin's Creed Odyssey aankondigde voor dit jaar. Vorig jaar lanceerden ze na een jaar pauze Origins, die het best lekker heeft gedaan. Men dacht dan ook dat Ubisoft de Assassin's Creed reeks wat meer ruimte zou gaan geven. Iets wat misschien alsnog waar lijkt te zijn, gezien ze wel hebben aangekondigd volgend jaar geen nieuwe uit te brengen. Volgens hun omdat Origins en Odyssey tegelijk in ontwikkeling waren. Maar laten we eerlijk zijn, er was waarschijnlijk nog wel een andere AC-game in ontwikkeling gezien meer dan 15 studio's zich bezighouden met deze franchise. Overigens hoeft dat niet te betekenen dat er helemaal geen Assassin's Creed titel verschijnt in 2019, omdat Ubisoft CEO letterlijk de woorden full-fledged Assassin's Creed game gebruikte. We zullen dus zien. Volgend jaar geen nieuwe game dus. Nee, in plaats daarvan is het idee om Odyssey langer te blijven ondersteunen. Ubisoft heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze heel loyaal kunnen zijn aan hun playerbase. Zo worden Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands en For Honor allen nog ondersteund in de vorm van updates en seasons. Om de levensduur van Odyssey zo lang mogelijk te maken worden er onder andere dagelijkse en wekelijkse quests geïmplementeerd, waardoor je altijd wat te doen zou moeten hebben. Uiteraard is een Assassin's Creed game niet compleet zonder Season Pass en ook met de opbouw hiervan merk je dat er volgend jaar geen nieuwe game in de reeks zal zijn. De Season Pass bevat naast nieuwe story content, waarover zometeen meer, ook een remaster van Assassin's Creed 3. Het deel in de reeks waar ik zelf ben afgehaakt. Ik ben er dan ook nog niet over uit of ik hiermee de game een nieuwe kans moet gaan geven, maar het lijkt een mooie gelegenheid. Wat wel weer gek is, is dat deze remaster pas vanaf maart 2019 beschikbaar is. En of ik in maart 2019, wanneer er zat andere titels zijn die mijn aandacht vragen, die tijd nog wil nemen, dat is natuurlijk maar de vraag. Alsof dat nog niet genoeg is, bevat deze season pas ook de ooit PS Vita exclusive Assassin's Creed Liberation, tevens in de vorm van een remaster. Maar nu even terug naar de story content. Deze is opgedeeld in twee story arcs, Legacy of the First Blade, die vanaf december beschikbaar is, en The Fate of Atlantis, die in de lente van 2019 uitkomt. Beide story arcs bevatten elke 6 weken een nieuwe episode. Of ze hiermee een volledig jaar weten te overbruggen is natuurlijk nog maar de vraag. Maar het zou ook kunnen dat Ubisoft nog een tweede season pass in de planning heeft staan. Hoe dan ook denk ik dat ik deze game misschien wel een kans ga geven. En jij, haal jij deze game in huis? Laat het even weten in de comments of op Twitter met de hashtag GamerGeeksNext.
Met Starlink Battle for Atlas doet Ubisoft een extreem late poging om nog iets te bewerkstelligen onder de noemer Toys to Life. Inmiddels worden er geen Skylander games meer gemaakt, heeft Disney de stekker uit Infinity getrokken en heeft ook LEGO Dimensions de belofte niet waar kunnen maken. Waarom Ubisoft dan toch denkt te slagen? Ja, ze denken dat hun concept anders is. En dat is deels waar, maar zie dat het publiek maar eens te vertellen. Het concept achter Starlink is leuk, want zover ik heb begrepen zou je de game ook zonder alle additionele toys kunnen spelen. Mocht je toch besluiten je ervaring uit te willen breiden, dan kun je dus diverse onderdelen kopen. Net als met de overige Toys to Life producten komt jouw Starlink figuur tot leven in de game als je deze op een bepaalde mount op je controller plaatst. Als je dit doet, dan worden alle onderdelen op jouw toy in-game beschikbaar. Mocht je je voertuig on the fly aanpassen, dan zal je dit ook terugzien in de game. Sinds Nintendo en Ubisoft dikke maatjes zijn en zij met Mario plus Rabbids hebben bewezen voorzichtig te zijn met hun characters, is er voor de Nintendo Switch bezitters een speciale Star Fox crossover. Je kunt dus een set kopen met daarin Fox en zijn iconische R-Wing. Geef jij Starlink een kans als een standalone game of ben je wel bereid de losse onderdelen aan te schaffen? Even een kleine Nederlandse shout-out naar Team Reptile, die komt met het vervolg op Little League in de vorm van Blaze. Een game die voortborduurt op het origineel en qua gameplay aanvoelt als een combinatie van Squash en Super Smash. Naast terugkerende favorieten als Candyman, Switch en Raptor voegt Blaze extra personages toe zoals de inline skater Jet, Grit een elektrische mafioso, Nitro een ex-agent die nu gerechtigheid najaagt als een soort van vigilante en last but not least zal Doombox, de eindbaas uit het origineel, volledig speelbaar zijn. Consolespelers moeten trouwens nog even geduld hebben tot volgend jaar, want Little League Blaze lanceert eerst exclusief voor de PC. Voor de actieplatformgame Mega Man lijkt de lat niet heel hoog te liggen nadat de oorspronkelijke maker Keiji Inafune na het verlaten van Capcom met het dramatische Mighty No. 9 op de proppen kwam. Maar niks is minder waar, want Capcom moet nu laten zien dat ze het kunnen zonder Keiji Inafune. En dat niet alleen, want het is ook nog eens de 30ste verjaardag van Mega Man. Ze moeten dus laten zien dat deze nog steeds weet te shinen na al die jaren. Super Mario Party. Deze game was gek genoeg een van mijn grootste E3 verrassingen. Super Mario Party, de nieuwe Mario Party game voor de Nintendo Switch, betekent de aftrap van de first party Nintendo titels voor het najaar. Het 11e deel op een home console en de eerste niet genummerde titel in de reeks lijkt de klassieke Mario Party formule een klein beetje op zijn kop te gaan zetten. Iets dat wat mij betreft zeer welkom is als je ziet hoe de serie eigenlijk al te lang vastzit in een bepaald stramien. Nintendo spreekt zelf van een complete relaunch en een refresh. Maar hoezeer ik ook vernieuwing waardeer, probeert deze Mario Party gelukkig niet compleet het wiel opnieuw uit te vinden. De gameplay bestaat nog steeds uit maximaal 4 spelers die over een soort van ganzenbord voortbewegen, dobbelstenen gooien en minigames spelen tussen beurten door om zo munten te verdienen. Met deze munten kun je sterren kopen en wie de meeste sterren heeft, die wint. Tijdens het spel zijn er natuurlijk weer zat manieren om items te verzamelen en elkaar het leven zuur te maken. Een van de nieuwe onderdelen in deze game zijn de personageafhankelijke dobbelstenen. Voordat je rolt kun je er nu voor kiezen om een standaard 1 tot 6 ogen dobbelsteen of een personagespecifieke dobbelsteen te gebruiken. Elk van deze dobbelstenen komt met haar eigen pros en cons. Zo kun je bijvoorbeeld strategisch een dobbelsteen kiezen waar je alleen maar lage ogen mee kunt gooien om een bepaald vlakje te kunnen bereiken. Persoonlijk heb ik wel weer zin in een lange sessie Mario Party. Ja, deze maand weet ik het eigenlijk niet zo goed. Ik ga sowieso nog even Shadow of the Tomb Raider induiken en natuurlijk ook Spider-Man, waarbij er deze maand nieuwe DLC uitkomt, dus die moet ik sowieso spelen. En als ik dan kijk naar de titels voor deze maand, ja, Soul Calibur is eentje die ik absoluut wil gaan spelen. En ik zit echt te twijfelen over Assassin's Creed Odyssey. En dat komt vooral omdat ik Red Dead Redemption 2 niet ga spelen. Wat? Ga jij die niet spelen? Nee, ik heb niet zo heel veel met cowboys. De mensen die GamerGeeks al wat langer volgen, die weten dat. Ik ga een beetje de kat uit de boom kijken wat betreft Red Dead Redemption 2. En ga dus misschien voor Assassin's Creed Odyssey of een wat oudere Assassin's Creed game. Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk ook nog een backlog waar je u tegen zet. Dus we zullen het nog wel even zien, maar geen Red Dead voor mij. Natuurlijk ben ik ook benieuwd welke games jij deze maand in huis haalt. Laat het even weten in de comments of op Twitter met de hashtag GamerGeeksNext. Volgende maand ben ik er weer met een nieuwe GamerGeeksNext. Tot die tijd veel gameplezier. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal door op die knop in het midden te drukken. Check ook deze twee andere video's. En wil je nou nog meer zien van GamerGeeks? Ga dan naar de bekende plek www.gamergeeks.nl.